De Mitteelschool functioneert niet adequaat vanwege een personeelstekort. De redactie sprak directeur Mirjam Karnadi, die zegt dat er een tekort is aan klassenassistenten. Dit personeelstekort zorgt ervoor dat het werk van 7 mensen door 2 personen wordt uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Karnadi trekt aan de bel en vraagt aan de overheid om dringend in te spelen op de ondraaglijke situatie. Waarom wij de pers vandaag erbij gehaald hebben, is omdat we al jaren, sinds 2017, bezig zijn met het ministerie van Sociale Zaken voor klassenassistenten. Klassenassistenten kunnen niet vergeleken worden met een leerkracht. Een leerkracht is echt bevoegd om in de klas les te geven, maar de taak van de klassenassistenten zijn dan weer heel anders. Ik kan enkele opnoemen voor u. De kinderen in en uit de bus halen, de kinderen naar therapie brengen, waaronder fysiotherapie, de tandarts, dus al de dingen. We hebben een zwembad, de kinderen moeten ook naar het bad. Uit- en aangekleed worden. We hebben wel een lift, maar in de meeste gevallen moet er ook assistentie verleend worden om de badmeester te helpen de kinderen ook in het water te zetten. En het is al jaren zo dat wij kampen met klassenassistenten. De brieven liggen daar. Er wordt steeds gebeld, contact gemaakt. We krijgen geen gehoor. Karnadi geeft verder aan dat de leiding vanaf 2017 bezig is geweest om brieven te richten aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Bij het aantreden van de huidige regering is er contact gemaakt met de vicepresident, van waaruit er wel antwoord is gekomen. Er zijn toen beloftes gemaakt dat er schot in de zaak zou komen, zegt Karnadi. Tot nu toe is er geen oplossing gevonden. Het probleem is ook dat ik op bepaalde dagen helemaal geen assistenten hebben. En dan moet u nagaan, 2 assistenten op 53 leerlingen is al een beetje moeilijk. En op de dagen dat wij geen assistenten hebben, en dat weet ik ook niet van tevoren als de dames niet komen. Soms is het pas 8:30 dat ik te horen krijg dat de dames niet aanwezig kunnen zijn. En dan moet je dan naar de ouders bellen om de kinderen op te halen. Er huizen Tiltiel is ook naast, wordt er ook naar hun gebeld om de kinderen op te halen. Het is lastig. De ouders moeten werken en dan krijgen ze plotseling een telefoon dat hun kind teruggestuurd wordt. Begrijpt u dus al deze dingen? Ik weet niet, ik hoop dat we nu wel gehoor zullen krijgen vanuit de bevoegde instanties om de Mitteelschool te voorzien van klassenassistenten. De directeur van de Mitteelschool zegt dat de nood erg hoog is. Het is stressend om in deze situatie te werken en dagelijks gaat ze dan ook met een zwaar hart naar het werk.